Ik ga het doen. Nee, ik ga het doen. Ik ben veel beter dan jij. Nee, ik ben beter dus. Veel beter dus. Kijk maar. Hoppa, hoppa, hoppa. Nee, ik ben 10 keer beter dan jij. Dat kan niet, want ik ben altijd 1 keer beter dan jij. Oh ja, nou dan ben ik 100 miljoen jaar. Nee, ik ben veel beter. Jongens, dat zie je toch. Jongens, hou eens op met dat ruzie maken. Ik kan jullie binnen horen, zeg. Ja, maar zij begon. Niet eens hij begon. Niet eens zij begon. Oh ja, zal ik echt eens beginnen? Dan kan je het krijgen. Echt, nee, natuurlijk niet. Rustig. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, die jongens van het eerste hebben ons gevraagd om mee te denken over een nieuwe mascotte. Om ze aan te moedigen. Terwijl onze oude mascotte daar eigenlijk best goed was, vond ik. Nee, Barry de Bitterbal is geen goede mascotte voor het voetbalteam. Nee, jouw vorige mascotte-idee kwam niet helemaal uit de verf. Oh nee, omdat er geen mosterd bij zat zeker. Nou ja, vanmorgen komen Theo en ik in de kantine. Hebben we blijkbaar allebei een mascotte bedacht. En die van mij is veel beter dus. Nee, kijk, ik ben Karel de Koala. Daar gaan we, hoor. Oh, bekijk. Oh, ja. Nou. Laat me toch niet lachen. Dit is pas echt een mascotte. Donnie, de duizelpoot. Nou. Nou, prachtig. Maar jongens, 2 mascottes, dat kan niet. Klopt. Er kan er maar 1 de beste zijn. En dat ben ik. Amahola, ik ben de beste. Kijk maar. Oh, ja. Goed, jongens, ik weet de oplossing. Jullie gaan straks een mascottewedstrijd doen. En de winnaar is dan de mascotte van de club. Een mascottewedstrijd? Nou, dat lijkt me wel echt gedoe eigenlijk. Oh, durf je soms niet, domme duizendpoot? Wat natuurlijk wel, koleren koala. Doe eens rustig. He, spaar je energie voor de wedstrijd. Nee, kom maar dan. Lief zijn voor elkaar, ik ga er vandoor. Oh, mascotte. Dit ga je verliezen, Theo. Ik ben Donnie. Donnie de duizendpoot, ja? Kom maar op, domme duizendpoot. Kom, we gaan naar de wedstrijdbaan. Ben jij gevallen over een van je vele voetjes? Nee, niks aan de hand hoor. Dat was de bedoeling, Jan. Ja hoor. Hey mannen, goed dat jullie er zijn. Hoi. Hoi. Hi. Jij bent? Ivar. En jij bent? Loek. Ruan. Welke sport doen jullie? Short track. En dit is het Nederlands team? Ja. Wie is de beste? Sander Vassenboer natuurlijk. Ja? Jullie hebben gemeld omdat jullie een probleem hebben, hè? Ja. Met short track. En wat is jullie probleem? De staart. En wie kan jullie daar het beste bij helpen? Sander Vassenboer. En Vassenboer is vertrokken. Ze gaan allemaal te laat komen. Een dubbelslag voor Xandra Velzenboer. Ze pakt ook de 1000 meter. Een reusachtige overwinning van Xandra Velzenboer. Ik heb mijn high five al binnen. Deze 3 mannen hebben een heel groot probleem. Afgezien van het feit dat ze klagen over dat ze te weinig zakgeld krijgen. Hebben ze een startprobleem. Hè? Zou je ons even kunnen helpen met het startprobleem? Zeker. Waar moet een goede start aan voldoen eigenlijk? Nou, we beginnen natuurlijk met de startpositie. Ja. Reactiesnelheid is het tweede, heel belangrijk. Oh ja. En dan tot slot is het heel belangrijk dat je naar voren valt in de start, zodat je daaruit je snelheid haalt. En laten wij voor het begin eerst even een rondje maken, kijken hoe een tijd is, zodat we aan het einde, als wel een goede start gemaakt kan worden, of dan jullie je tijd kunnen verbeteren, toch? Ja. Ruan gaat beginnen. Ready. Ik ben Ruan, ik ben 10 jaar. Bam. Ik probeer het clubrecord te rijden. En die staat best wel scherp en daar moet ik heel goed voor kunnen starten. Nou, het ging wel aardig, maar ik denk dat er zeker nog wel verbetering in zit. 15:39. Ik ben Ivar, ik ben 11 jaar. Bam. Ik heb een probleem met de start. Ik leun te veel op mijn voorste been. Dus ik wil graag leren om beter op mijn achterste been te staan. Mooi finish. 16:37. Ik ben Luke, ik ben 13 jaar oud. Ben je er klaar voor? Ja. Ready. Ik wil graag dat de start veel beter wordt, want dan rijd ik snellere tijden en win ik meer wedstrijden. Bam. Ja, dan gaat mijn schaatscarrière beter. Mooi hoor. Luke, dit gaan we straks nog een keer doen aan het einde. Kijken of jullie je tijd kunnen verbeteren. Hè? Hoe gaan we het verder doen? Nou, laten we beginnen met de startpositie.
zet eerst mijn rechter goed in het ijs. Dan draai ik open. Hang naar voor. Zorg ik dat ik op scherp sta en dan... Nou, als jij dan begint met Ruan, dan neem ik Lou, Ivar en Luke even mee om hun reactievermogen te verbeteren. Goed idee. Jongens, ik ga jullie reactievermogen testen. Ik heb hier een balletje in en die moet jij zien te vangen. Mis. Nou, bijna. Oké, okay, nou, lijkt me goed als je even gaat staan. Ja. Als je gaat staan, dan denk ik dat je best wel veel op je voorste been leunt. Klopt dat? Ja. Ik denk dat het goed is als je wat steviger je achterste been erin zet, waardoor je meer druk daarop kan geven. Ja, is goed. Voel je het verschil? Ja. Ja, kijk, het gaat al beter. Kijk, jouw reactievermogen is uitstekend op dit moment. Hou dat vast. Hey Ivar, laten we gaan starten. Ja. Nou, hoe voelt het bij jou? Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik heel erg op het voorste been. Ja, dat zie ik ook wel een beetje. Kunnen we mee aan de slag gaan? Ben je er klaar voor? Ja. Ja, concentreer je, hè? Goed concentreren. Het zal een beetje moeilijk zijn in het begin, maar nou, ja, mis. Eerst deze goed zo in het ijs en dan opdraaien. En dan ga je naar voren. Ah, en dan kun je weg natuurlijk. Mooi. Ja, dat is mis. Ja, dat is mis. Probeer al je armen echt zo alsof je aan het rennen bent. Dat je echt al helemaal klaar bent. Ja. Goed. En dan gaan we weg. Helemaal goed. Ja, heel lekker. Lekker. Juist. Ja. Goed, man. Voelt het goed? Ja. Jouw reactievermogen is top. Kom. We gaan eens even kijken hoe het bij jouw reactievermogen is. Hey Luke. Hallo. Laten we de start gaan oefenen. Nou, ik vind dat je mooi actief in je starthouding staat, maar ik denk dat het belangrijk is, want ik heb het gevoel dat je wat meer druk eigenlijk op je voorste been hebt dan op je achterste been, zodat je gewoon goed je achterste in het ijs stampt. En dan gaan we weg. Goed. Ah. Ai, 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 ai. Juist. Appeltje eitje. Jouw concentratie is goed en vooral je reactievermogen. Zo, hoe gaat het hier? Ja, supergoed. Ja? Hoe gaat het bij jou? Ja, ook goed. Hè? De reactievermogen hier en daar wat aangescherpt gaat heel goed. Nou, Sander, dan ben ik heel benieuwd of ze ook stellen zijn geworden. Nou, ik denk dat ze er wel klaar voor zijn. Dan ga je, Ruan. Ready? Reactievermogen is goed. Ready? Luke? Ready? Ik heb goed nieuws. Ik heb alle drie beter gedaan. Oh, kijk eens. Ja. Dus Ruan heeft 0,21 seconden sneller gestart. Ivar 0,42 seconden. En Luke 0,22 seconden. En nou, dat is echt een super groot verschil. Want jullie weten het zelf, in onze sport gaat het om tiendes. Ja. En nou, dat hebben jullie super goed gedaan. Dus jullie mogen zeker trots zijn op jullie zelf. Nou, voor jullie zelf. Ja, en jij ook, dankjewel. Ik ga terug naar de kantine. Gaan jullie nog even een stukje schaatsen? Ik sta eraan. Zeker weten. Dat is leuk, toch? Oké. Okay. Succes, mannen. Oké, okay, jongens. Klaar voor de start? Ready? Go! Hallo kinderen, ja, dank jullie wel hoor.
Nou, daar gaan we, Theo. Ben jij er klaar voor? Klaar? Ik ben klaar geboren. Nee, je bent naakt geboren. Ja, dat ook, ja. Nou, kom maar op dan. Ik ben de beste. Nou, dat mocht je willen. Ik ben de beste. Nou, hoppakee. Jongens en meisjes, dames en heren, hartelijk welkom bij de grote mascottenwedstrijd hier op het terrein van de Zepsportkantine. Vandaag zal voor eens en voor altijd beslist worden wie de mascotte van de club zal zijn. Is het Karel de koala? Ja. Of is het Donnie de duizendpoot? Ja. Beide deelnemers zullen hun speciale vaardigheden als mascotte moeten tonen aan de professionele, driekoppige jury. En we beginnen vandaag met het onderdeel enthousiasmeren. Wat zoiets betekent als het publiek blij maken. Donnie de duizendpoot kiest duidelijk voor een soort hops. De draai zit er goed in. Oh, kijk eens, een ratslag. Het publiek wordt helemaal gek. Oh, mooie buiging. Hoeveel punten? 21 punten bij elkaar. Is niet slecht. Nou, de koala dan. De koala dicht bij de jury. Logisch. Soepele bewegingen. Ah, het ziet er schattig uit ook. Ook 21 punten. Het volgende onderdeel is een wat treurig onderdeel, namelijk het dragen van verlies. Ja, ah ja. Oh, deze voel je wel hoor. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. 25 punten, mooi hoor. Ja, dat is goed hè. Op, Mario. Oh, deze is ook goed. Prachtig. Oh, dit is erg. Ook 25 punten. Nou, en dan nu het laatste en beslissende onderdeel van vandaag. De overwinningsdans. Kijk eens, wat een vrolijkheid. Dat heeft die duizendpoot vaker gedaan. Oh, soepeltjes. Het is een achtbaan aan emoties vandaag. Van droevigheid naar pure blijdschap. Oh, een valpartij. Dat kost punten. Koala zet hem lekker door. Wat gaat dit voor punten opleveren, jongens? 6 plus 6 plus 6 is 18. En de duizendpoot zijn ook 18. Gelijkspel. En dat betekent dus een gelijkspel. Maar ja, wie wordt nou de mascotte? Warm. Ik kan niet meer. Dit is nou. Ik wist niet dat een mascotte zijn zo zwaar was. Oh ja, het is verschrikkelijk. Van mij mag jij het gaan doen hoor. Ik vind je heel goed als duizendpoot. Nee, ga jij maar. Jij bent een geweldige koala. Ik ben veel slechter als mascotte. Ga jij maar. Nee, ik ben pas slecht. Ik ben altijd nog één keer slechter dan jij. Ja, maar ik wil niet. Ik wil ook niet. Hé, hey, kijk daar eens. Hé, hey, ik heb een idee. Hé, hey, bitterbal. Kom eens hier. Kijk, daar gaat hij. Goed, hè? Oh, wat is hij goed. Hij is fantastisch. Benny. Goed, hoor. Benny, ja. Benny, kijk hem lekker smeren. Wat een bitterbal. Nou, ik krijg er helemaal trek van. Ik zei het toch, met mosterd is hij veel beter.